De Tjandisouweg verkeert al geruime tijd in een deplorabele staat. De buurtbewoners trekken al jaren aan de bel om de weg aan te pakken. OB-minister Riad Noor Mohammed zegt dat de herstelwerkzaamheden voor de verkiezingen al waren begonnen, maar door financiële problemen geen voortgang kon vinden. Nu wordt gekeken naar mogelijkheden om op een gepaste manier het project te vervolgen. Het ministerie besloot om alvast de gevaarlijke verzakkingen en kuilen te herstellen. De officiële rehabilitatiewerkzaamheden, waaronder het verbreden van de weg, leggen van duikers en het aanleggen van fiets- en looppaden, komen in een volgende fase aan de orde. De bewindsman doet een dringend beroep op de vrachtvervoerders om voorlopig hun vracht te verdelen en zo te vervoeren over de weg. De politie zal controles uitvoeren om erop toe te zien dat de regels worden nageleefd.